We zijn 2 jaar geleden begonnen met innovatie als project. En wat ik al aangaf, innoveren is iets wat we eigenlijk allemaal wel willen. Maar waarom zou je eigenlijk willen innoveren? Innoveren wordt vaak ook geassocieerd met vernieuwen. Maar vernieuwen is niet een doel aan zich. Innoveren doe je omdat je iets wilt verbeteren. We hebben door heel veel gesprekken te voeren met de programmamanager en met professor Harold van Rijen, hebben we de lijn gepositioneerd als volgt. Het is een vrij logge zin, maar het geeft wel de essentie weer van waarom wij wilden innoveren binnen het programma Onbegrensd Leren. En voor mij als projectleider was eigenlijk de essentie om zowel top-down als bottom-up te kijken naar wat er in de wereld technisch gezien, maar ook conceptueel gezien, beschikbaar is, wat voor ons potentie heeft om te onderzoeken, middels praktijkonderzoek en prototyping, met als doel om te onderzoeken of dat de kwaliteit van ons onderwijs nou verbeteren. En we hebben binnen Onbegrensd Leren niet alleen maar de studenten bediend, de opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen, maar ook de mensen in huis, dus de artsen en de verpleegkundigen. Dus eigenlijk iedereen in het ziekenhuis die in welke vorm dan ook moet leren om die professional te blijven, die nodig is om goede zorg te verlenen, die hebben wij bediend. Nou, iets over de positionering. Wat heel belangrijk is, is dat innovatie eigenlijk als lijn toch wat anders was dan de andere lijnen. Wij kregen bijvoorbeeld geen targets mee. En dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar ook wel logisch, want innoveren kun je eigenlijk niet vatten in targets. Dat is een zoektocht. Een zoektocht naar kansen en mogelijkheden. We hadden natuurlijk wel de strategische doelen. Dat bood ons kader. En we hebben natuurlijk wel gezegd van nou, we hebben een formele opdrachtgever nodig. Dus het dagelijks bestuur van het programma Onbegrensd Leren was onze formele opdrachtgever. Dus op het moment dat wij een interessant concept zagen of een techniek, maakten we een korte opdrachtsomschrijving en legden we voor aan het dagelijks bestuur, die vervolgens akkoord gaf. En we hebben ervoor gekozen om meerdere innovaties te onderzoeken door korte, cyclische trajecten op te zetten, gericht op praktijkonderzoek en prototyping. Want we hebben wel ontdekt, kun je een prototype ontwikkelen en hem testen, dat levert echt heel veel op. En dat was ook de kracht meteen van het programma. Eigenlijk hadden we iedereen in de buurt, dus moesten we iets ontwikkelen, dan was het alleen maar de vraag van, goh, wie van de ontwikkelaars kan dit ontwikkelen? En dat deden we dan ook. Dus dat is echt een belangrijk aspect van innovatie geweest. En dat moet het nog steeds zijn eigenlijk. Dus prototyping. Wat ook heel waardevol is gebleken, is dat we een stuk autonomie kregen. We hebben wel met opdrachtgevers gewerkt. Er waren een aantal mensen in de organisatie die daadwerkelijk met een vraag kwamen. Die paste binnen de kaders van innovatie. Maar we hebben ook eigen opdrachten gezocht. Of eigenlijk ontdekt door te gaan zoeken in de wereld van onderwijstechnologie. Ja, en wat ook heel erg bij innovatie hoort als project, is dat je dus geen recht pad doorloopt of bewandelt, maar eigenlijk ook niet precies weet waar je naartoe gaat. Maar wil je innoveren als organisatie, dan zou je innovatie dus als vaste elementen in je organisatie moeten implementeren. Want de wereld verandert zo snel. Wil je alle technische innovaties en mogelijkheden blijven onderzoeken, dan heb je die tijd nodig.